Het laatste stukje wat ons nog rest aan de slof is net zo'n lijntje als hier maken. Alleen dan, we zaten hier tussen de vijfde en de zesde. En we gaan hem nu tussen de zevende en de achtste maken. En acht was het begin van je roze. En zeven is wit, dus we gaan hem precies hieronder gaan we aanhechten en beginnen. Dus ik ga het draadje even aan de binnenkant neerleggen. Zoals we het bij de andere ook hadden gedaan. Dus je legt hem neer. We gaan beginnen. Deze moet wel helemaal rondom. Dus je mag zelf een punt beginnen. Maar ik vind het wel makkelijk om hier op hetzelfde punt te beginnen. Als waar we de andere toer ook begonnen. En dan weer, net als die andere, om het stokje heen van de uh, slof. Dus het is heel makkelijk te zien. Om het stokje heen van de slof. En we gaan hem rondom met halve vaste. Ga je hem haken? En je ziet, hè? Ja, als je het eenmaal gewend bent, je steekt in en je voelt hier naast je vinger dat draad zitten. En dan neem je hem gewoon mee naar voren en haalt hem door het steekje heen wat op je haaknaald zit. En zo gaan we rondom helemaal haken. En uh, als je hier bent. ...kan je hem weer afhechten met een halve vaste. Ik kom er zometeen voor terug. Ik laat het even zien dat je ook hieronder moet haken. Dan kom ik zometeen hier aan deze kant even voor terug. Dus haak even gezellig zelf verder. Helemaal rondom. En dan zie ik je zo terug. Tot zo. Ik ben aangekomen bij de uh, neus, zeg maar. Neusgedeelte. Dus je ziet hier de aanhechting. Je ziet hier dat randje, opstaande randje... ...omdat je daar gehaakt hebt in de achterste lus. En dan is het de bedoeling dat je gewoon door blijft haken... Onder dat randje. Dus je ziet hier de steken en hier tussen onder dat randje ga je insteken. Dat is de bedoeling dat je daaronder doorhaakt. Kijk, het is niet makkelijk te zien, dus daar vandaan dat ik het extra even benadruk. Je ziet dat randje en precies eronder zit ruimte waar je in kan steken. En daar ga je dus gewoon doorhaken. Dus dan zie ik je zo meteen terug aan deze kant om af te hechten. We zijn gekomen bij het einde van uh, de ronde. Je ziet dat er nog één steekje over is. Dus daar ga je nog je halve vaste in maken. En nu kan je je draad afknippen. Aan de andere kant van je werk, dus aan de binnenkant loopt die nu weg. En daar knip je hem ook af. Een vrij lang stuk, zodat je hem netjes weg kan werken. Haal het draadje er doorheen. En dan bij de steek waar je ingestoken hebt net, haal je het draadje weer terug naar de binnenkant. En dan zie je dat hij mooi helemaal rond is. En dat is dus de slof van Nathalie die we samen gehaakt hebben. En dan is het enige nog wat je moet doen en dat is veters. Maar die zijn zo makkelijk om te maken dat ik daar geen tutorial van gemaakt heb. Want dat is echt te simpel. Dus dit is de slof die je gemaakt hebt. Hij is een beetje nog niet in model omdat er nog geen veters in zitten. Maar je ziet wel hoe mooi die geworden is. Dus heel veel succes met het maken van veters. En we zien heel graag een fotootje terug op de Facebookgroep van Nathalie. Dus graag tot ziens op haar groep. En tot de volgende keer. Dag!